Alleen omdat ik een Van Hal ben, is de biografie van de Amsterdamse burgemeester Gijs Van Hal, die burgemeester was van 1957 tot 1967 en vrij tragisch als burgemeester aan zijn einde kwam, omdat hij in 1967 door de regering gedwongen werd om af te treden als burgemeester. Dat was des te tragischer, omdat Gijs Van Hal samen met zijn broer Walraven een hele bijzondere rol heeft vervuld in de Tweede Wereldoorlog. Hij was een belangrijk verzetstrijder in die zin dat hij geldt als een van de belangrijkste financiers van het verzet. En als gevolg daarvan kon hij na de oorlog, had hij een behoorlijke belangrijke status gekregen in Nederland en kon op basis daarvan werd hij voorgedragen als burgemeester. Maar dat liep heel tragisch af, omdat in de jaren 60 nogal wat gebeurd is in Amsterdam, waar hij eigenlijk helemaal geen greep op had. Er zijn heel veel dingen gebeurd, het huwelijk van Beatrix, wat voor haar goed afliep, maar wat in de stad tot veel ongeregeldheden heeft geleid. We hebben natuurlijk Provo gehad, er waren tal van andere ongeregeldheden. Hij had een vrij lastige relatie tot zijn politiecommissaris die daardoor zijn eigen gang kon gaan. En dat allemaal onder het toeziend oog van wat toen de nieuwe media heette, namelijk de televisie. Dus alles wat er misging werd ook nog eens extra in beeld gebracht. Het boek vertelt de geschiedenis van deze man, maar in zekere zin ook de geschiedenis van zijn familie en in de context van de geschiedenis van Amsterdam.